ik moet eerlijk zeggen dat ik de vorige niet heb gezien. Dus ik word nu extra verrast gewoon door het spektakel van deze musical. Ik ben heel benieuwd hoe die is. Nu maak jij natuurlijk hele mooie muziek. Je hebt ook muziek gemaakt voor de Olympische Spelen. Ja. Is het geen droom voor jou om ooit een keer muziek te maken voor een mooie musical? Ja, dat lijkt me heel mooi. Ik ben nog niet gevraagd, maar het lijkt me fantastisch. Ja, zeker. En als je gevraagd wordt, heb je dan een idee van, nou, daar wil ik heel graag muziek voor maken? Soort? Ja, nou nee, maar drama. Drama, ik hou wel van drama. Ja, en waarom hou je van drama? Ja, dat is mooi. Er zit gewoon die lagen van emoties, het uiten van drama is gewoon, dat hoort bij muziek. Ja. Nu gaat Aida over liefde, over verraad, over intriges. Hoe zit dat in jouw privéleven? Nou, gelukkig niet. Ik ben heel erg blij met Meerte. En nee, gelukkig niet zo gecompliceerd. Naomi, ja, de nieuwe versie van Aida. Wat ga je ervan verwachten? Ja, ik weet, ja, het wordt leuk. Ik ben heel benieuwd. Ik heb er zin in. Ik ben niet bij de vorige editie geweest. Maar we zijn hier eigenlijk voor April. April heeft dan een expeditie meegedaan samen met Ferry. En ja, we laten ons verrassen. Wat verwacht jij van April? Nou ja, ik weet al dat ze heel mooi kan zingen. Dus ik heb vooral zin om daarvan te gaan genieten. En ja, dat gaan we zeker doen. Dan heb jij heel veel gewonnen. Veel gedaan met zwemmen. Eigenlijk moet er voor jou toch ook een musical komen? Over mij? Nou... misschien over 100 jaar. Dat zou ik heel leuk vinden. Onwijze eer. Maar daar heb ik nog nooit over gedacht en nagedacht eigenlijk. Ik denk dat het ook niet zo. Ik denk dat niet zoveel mensen op afkomen. Ida, over intriges, overspel, macht. Hoe zit het in jouw privéleven? Wij zijn in september getrouwd. Nou, en we zijn denk ik nog. Zitten we nog in die roze wolk? Ja, zeker. Zeker. Nee, gaat hartstikke goed. En ja, dus we hebben het leuk. En over macht, ja. Zij heeft alle macht, dus daar hoeft ze geen zorgen over te maken. Ben, ja, de nieuwe Aida. Hoe is dat? Want je hebt in de eerste ook meegespeeld. Ja, 20 jaar geleden. Ja, hoe is dat? Daar ben ik nieuwsgierig naar. Daarom ben ik hier nu. Het is helemaal veranderd, hè? Ook de cast, allemaal gekleurde mensen. Ja, ik ben heel benieuwd, ja. Nu geef je het zelf aan gekleurde mensen. Was dat toen in jouw tijd moeilijker om voor hun, zeg maar, een rol te krijgen in een musical? Nee. Nee, dat geloof ik niet. We waren natuurlijk Shaira, hè? Die speelde toen, die speelde Aida. En dat was ook een gekleurde dame, dus nee. Wat dat betreft hebben we een hele mooie, goede cast, hoor, toen. Dus ik ben erg benieuwd. Echt, ik ben heel erg benieuwd. Ja, vooral, hè, die kleding, dat is voor mij... ik herinner nog van de vorige keer. Ik heb ook zelf ooit meegewerkt aan een versie van Aida. Dus ja, ik kijk er heel erg naar uit. Genieten. Kun je nog herinneren wat je toen hebt geleverd van kleding? Ja, nou, ik heb een hele hoop jurken geleverd voor een speciale voordracht. Het was in het Autotroom. En ik herinner me welke leuke herinneringen heb, dat ik toen Aantje de hoofdrol had, toen heb ik Aantje ook gekleed. En dat is ook zo leuk als, hè, zoveel jaar geleden. En we staan hier nog steeds. Hey, nu zit je al een tijdje in de stad Graven, in Land van Kuik. Hoe bevalt je dat? Ja, geweldig. Ik voel me daar helemaal heerlijk natuurlijk. Kasteel, ja. Prachtig uitzicht, prachtig. Het is echt geweldig. Beter als in Den Bosch? Nee, ik vond Den Bosch ook geweldig. Maar weet je, ik kan heel goed verkassen. En ik geniet ook echt van Graven. En dan straks als de zomer is, terrassen, heerlijk. Ik weet er alles van. Hey, nou gaat Aida over intriges, liefde, overspel. Ja, noem het maar op. Hoe zit dat in jouw leven? Mijn leven, intriges niet, altijd maar cadeaus. En nee, ik ken geen grote intriges. Ja, liefdesleven, dat zet ik even aan de kant. Ik werk alleen maar. Sam, jouw vader heeft meegespeeld in je allereerste Aida. Wat ga je nu verwachten, denk je? Nou, ik zal je heel eerlijk bekennen, ik heb weinig meegekregen van Aida, want ik zat toevallig nog in de buik van moeder. Die was uitgerekend op de première. Ik weet dat hij dat best aardig gespeeld heeft toen, dat stuk. En ik ben heel benieuwd. Ik heb het nog nooit gezien. Ik heb nog nooit videobeelden ervan gezien. Ik ken een aantal liedjes, maar ik weet er eigenlijk best wel weinig van. In vergelijking met bijvoorbeeld de Drie Musketeers, waar ik meer van weet. Dus ik ben heel benieuwd. Ik ga er vrij bleu en blanco in. Nu ga jij ook, nu heb je samen met je vader 2 prachtige maanden gereisd. Ja.
Tuurlijk, ik wil geen uitslag weten, maar hoe was dat om zo'n belevenis met je vader mee te maken, zo intens? Ja, dat was heel bijzonder. We hadden al een hele goede relatie als vader-zoon, maar dat was wel vader-zoon. En dat is toch een hele andere relatie dan dat wij hebben ontwikkeld op die reis, omdat hij natuurlijk dusdanig afhankelijk van mij. Waardoor je bijna een soort vriendenrelatie ook ernaast kan ontwikkelen. En dat vind ik heel... We hebben zoveel gelachen. En soms op camera lijkt het alsof we de hele tijd op elkaar zitten te fitten. Maar we hebben zoveel gelachen. Het was prachtig. Hoe vind je dat jij dan de leiding hebt over je vader? Meestal is de vader... vader heeft de baas over de zoon. Maar nu was jij eigenlijk de baas over je vader. Ja, om de leiding te hebben kan wel eens leuk zijn. Maar op een gegeven moment... ik moet dus alles vragen. Dus kan de airco aan? Kunnen we wat eten? Kunnen we wat drinken? Ik moet elk ding moet ik vragen. En dat op een gegeven moment werd dat ook wel lastig. En dat sprak ik dan ook uit, dat ik het op een gegeven moment wel zat was. Ja, we hadden niet zoveel keus. Maar ik ben wel weer blij dat de dynamiek een beetje zoals in Nederland nu weer. Hey, nu gaat Aida over intriges, overspel, liefde, verraad. Hoe zit het in jouw liefdesleven? Nou, mijn liefdesleven is vrij rustig op het moment. Ik ben heel druk met school en stages en weg en... En ik heb zo'n chaotisch leven met Maastricht en Amsterdam en heen en weer. En inderdaad zo'n ding tussen, zo'n programma tussendoor en veel tripjes weg en zo. Dat ik denk niet dat ik zo veel tijd zou hebben voor iemand die dat verdient. Ja, ik vind het heel spannend. Het is toch een beetje een schoolreunie. En kijken of het dezelfde leraren zijn, dezelfde sfeer is en het feestje hetzelfde is. Zo voelt het. Ja, Aida zit zo diep in mijn hart dat het voor mij veel emotioneler eigenlijk is dan ik dacht toen ik hierheen reed. Dus ik heb er heel veel zin in en ik wens de nieuwe cast ook heel veel plezier met die show. Je had het over emoties. Ik heb ook met Sam net even gesproken. Die zei van, ja, het was zo fijn om 2 maanden lang met mijn vader te reizen en dergelijke. Maar hoe was het voor jou als vader zijn dat hij eigenlijk de regie over jou nam? Ja, er zijn heel veel vragen over gesteld natuurlijk. Dat mensen zeiden, hoe vond je dat dan? Maar dat was natuurlijk vanaf dag 1 was dat overduidelijk. En ik vond dat fantastisch. En het was ook af en toe wel eens ingewikkeld, want je bent wel de vader en je bent wel 30 jaar ouder. Dus op een gegeven moment heb je zoiets van, joh, schijs even uit. Maar ja, de crux was natuurlijk dat daar ging die reis over samen. En we hebben dat ervaren, Sam en ik, als iets wat we nooit meer zullen vergeten. En een bijzondere, dierbare reis. Zo'n band was uniek, maar door de reis is het echt zo mooi geworden. Ja, mensen hebben het altijd over quality time, maar ik denk dat je relaties vooral opbouwt met quantity time. Nou, die hebben we gehad. Hey, Aida gaat over liefde, intriges, overspel. Hoe zit dat nou met jouw privéleven? Nou, het privéleven, ik ben inmiddels oud en wijs genoeg. Dus bij mijn privéleven is steady as a rock. En als ik naar mijn vrouw kijk en die deegroller achter de rug, blijft dat nog wel even zo. En Leiden zei je tegen mij van, ja, het gaf heel veel reuring thuis bij mijn opa en oma en je hebt alle nummers meegezongen. Maar hoe was het nu dan met de première om hier dan zo te staan? Ja, heel bijzonder. Ook bijzonder dat het zoveel jaar terug is. Bijzonder dat wij een vernieuwde versie hiervan mogen laten zien. En heel bijzonder ook dat het publiek zo uit zijn dak is gegaan vanavond. Ja. Je hebt het nummer ook, ik weet het nu, erg breekbaar neergezet. Ook ik moest een traantje laten. Maar wow. Een staande ovatie tijdens... Oh, was dat zo? Tijdens de musical. Heb je dat ooit meegemaakt? Sorry, maar ik heb het niet eens gezien. Ik had geen idee. Ik zie alleen maar een beetje donker. Dus ik heb dat niet meegemaakt. Maar geweldig. Wauw. Ja, fantastisch. Wat doet dat met je? Ik vind dat heel bijzonder, want een musical is soms niet echt de plek om zoiets te doen. Dus ja, ik denk dan dat je dan mensen toch wel echt geraakt hebt met de nummer als ze echt gaan staan. Ja, ik vind dat heel bijzonder. En je hebt eigenlijk ook met je vrienden gedaan, hè? Want het zijn allemaal vriendjes van je, hè? Ja, klopt. Het is echt... Dat is ook één ding. We hebben elkaar net even geknuffeld, Najim en Jermaine. We hebben samen in de klas gezeten. We hebben er vroeger altijd al van gedroomd. Wie weet, misschien later staan we ooit wel eens op het toneel. En wie weet, echt als we geluk hebben, staan we samen in een productie. En dat is nu gewoon gebeurd. We staan hier nu gewoon een wereldpremière te spelen met z'n drieën. Dus ja, dat zal ik echt nooit meer vergeten. En hoe vind je dat het nu zeg maar zo vernieuwd is? Merk je dat? Want het is wel heel gaaf.
Ja, ik heb de vorige versie nog nooit gezien. Dus ik kan in die zin niet heel goed vergelijken. De nummers heb ik wel echt allemaal grijs gedraaid. En voor grote deel zitten ze ook allemaal erin. En ze worden ook waanzinnig gezongen ook. Door de rest van de cast. Dus in die zin is dit voor ons gewoon een nieuwe productie, zeg maar. Dus ik ben er ook gewoon heel nieuw en fris ingegaan. En ik ben heel blij met het resultaat wat we hebben neergezet. Je zei tegen mij van, wat een angst toen jij leider was. Ik heb er nog herinnerd tegen mij van, ik was er bang voor. Nou, ben je nog bang of zeg je van, het staat als een huis? Het staat als een huis, maar altijd een beetje, ik denk altijd goede angst. Niet angst, maar weet je het nou, dat je een beetje zo zenuwen, dat is altijd goed. Beetje, houd je een beetje alert. Maar het is wel anders, ja. Het is wel anders. Het is fijn dat we nu dit hele show hebben gedaan. Try-out season, we hebben alles overleefd. Ja, opluchting. Ja, dat is ook precies wat ze bedoeld hebben. Hè? Echt hele nieuwe setting, alles is nieuw. En dat staat gewoon als een huis. Ja, dat is niet zomaar gegaan. Dat is wel echt zoeken, dingen doen, opnieuw, anders doorgaan. Maar ik ben heel erg trots op iedereen. Kun je er iets meer over vertellen? Zeg van zoeken en gaan? Nou, kijk bijvoorbeeld Tear Out. Dan doe je gewoon een voorstelling voor iedereen. En bijvoorbeeld bij The Lion King, dan weten ze al, dit is de voorstelling. Dus je doet een Tear Out. Maar we weten ook, het publiek reageert. We weten wat de voorstelling is. Dus dan blijft het eigenlijk hetzelfde. Maar nu veranderen ze bijvoorbeeld een scène. Of denken ze, nee, we moeten meer dansers. Of we moeten een hele choreo anders maken. Dus dan, je moet de hele tijd alert staan. En het blijft de hele tijd repeteren. En de avond, diezelfde avond het ook nog doen. Heb jij iets neergezet, zeg? Dankjewel. Waarom stuur je jou niet naar het Songfestival? Nou, dat is heel lief. Dankjewel. Ja, laat me dit eerst nog maar even doen. En dan zien we verder. Hey, in Leiden sprak ik jou ook eerder. En toen zeg je van, ja, ieder staat echt iets voor mij. Waarom staat het zo voor jou? Het is zo een diepgaand, prachtig verhaal. Het gaat over grenzeloze liefde. En ik zei het net ook al, dat is iets waar iedereen naar op zoek is in het leven, uiteindelijk. En dat is ook de kracht van deze show. Dat is de kracht van deze show. De muziek is zo intens goed. En het verhaal is intens goed. Dus ja, op zeg maar alle disciplines is het fantastisch voor mijn gevoel en is een cadeautje. Want je zei ook van, ook in Leiden zei je dat van, ja, als een kleur, als vrouw, een droom komt uit. Nou, je hebt nu de première gespeeld. Oh. Is je droom uitgekomen? It did. Echt waar. Die droom is echt uitgekomen. Het is een cadeau om hier te mogen staan. Ja? Waarom? Heel kort. Met deze prachtige mensen om me heen en om de blauwdruk te zijn van deze show. Dat dit het voorbeeld wordt voor de rest van de wereld. Dat is echt onbeschrijfelijk. Onbeschrijfelijk dat nu is wat we staan te doen. Dus dat is een eer. Hoe voel je die spanning dan dat het een blauwdruk is? In het begin wel natuurlijk. Want je wilt gewoon je uiterste best doen. Je hoopt dat wat er staat, dat is wat het wordt voor de rest van de tijd. En voor de rest van de wereld. Dus je voelt die druk wel. Maar je hebt dat vertrouwen gehad van het creative team. Dus ik moet er ook op vertrouwen dat ik dat kan. En wat vond je ervan dat je een staande ovatie kreeg tijdens midden in de musical? Niet normaal. Niet normaal, echt. Ja, dat moet ik nog heel eventjes een plekje geven. Maar dat is een bevestiging dat wat er staat te doen, dat dat goed is. Dat ontvangen wordt met open armen. Dus het is een cadeautje. Maar was het niet makkelijk om die blauwdruk neer te zetten? Want je speelt wel met je vrienden, hè? Want je hebt natuurlijk ook met Jim in The Lion King gezeten en alles. Dus dat is eigenlijk, ons kent ons. Nou, maar dat is offstage. En onstage gaat het om karakters die we nog nooit hebben gespeeld. Waar we ons nog nooit in hebben verdiept. Dus dat is een hele andere dynamiek. Dat we zouden spelen als onszelf.
Dus dat is het mooie aan dit traject, ja. Ja, goed, maar je weet wel hoe je bent op elkaar ingespeeld. Je weet hoe iemand kan reageren op iets. Nee, omdat het is een ander karakter. Het zijn andere karakters, weet je, Nala en Simba die reageren anders op elkaar. Dit zijn twee totaal andere karakters in een totaal andere show. Dus ik zou het een beetje vreemd vinden als hij op dezelfde manier zou reageren in deze show als toen. Alle kijkers van Land van Kuik, kom zo snel mogelijk Aida bewonderen in AFAS Circus Theater. Het zal een avond worden vol mooie songs van Elton John. Je zal ontroerd worden, je zal lachen. Alles wat je wil zien in de musical zal aan bod komen. Dus ik hoop je daar snel te zien. Tot snel. Doeg!